Schiphol opende vandaag de gloednieuwe General Aviation Terminal. Geheel in stijl begroeten Ad Rutte van Schiphol en Adriaan den Heijer van KLM het eerste vliegtuig. Deze terminal is belangrijk voor Schiphol niet omdat dit nou zo'n groot segment is ten opzichte van de gewone passagiers die Schiphol bezoeken. Maar voor Schiphol Oost is dit heel belangrijk. Het is een inspirerend gebouw. Het laat zien dat we een ambitie neerzetten. De terminal op Schiphol Oost is specifiek bedoeld voor de kleinere zakenjets en privévliegtuigen. KLM is een van de afhandelaren die de terminal zal gebruiken. De terminal straalt gastvrijheid en luxe uit en waar nodig is discretie aangebracht. Dat zijn en efficiency, dat zijn elementen die belangrijk zijn voor dit specifieke marktsegment. Het gebouw van 6000 vierkante meter heeft een voor een terminal behoorlijk in het oog springende kleur. En wordt in de volksmond ook al de Barbie Terminal genoemd. Wij kregen de monsters van deze kleur bij ons op kantoor bij Schiphol Real Estate. En toen waren er heel veel mensen die zeiden, dit gaan we niet doen. En ik ben blij dat we het gedaan hebben.